Hans van Aken, wij hebben niet de gewoonte om iemand van de bezoekers te spreken, maar voor een speciaal man maken we graag eens een uitzondering. Hoe was het om terug op Daknam te zijn? Ja, fijn. Ik denk iedereen die ik hier de afgelopen 2 jaar heb leren kennen. En, om die terug te zien was heel plezant. Ik heb nog altijd goede contacten met eigenlijk iedereen hier op de club. En dan is het fijn om terug te keren. Je speelde tegen je ex-teamgenoten. Een speciaal gevoel, denk ik. Ja, toch wel. En, ja, ik ken ook wel de meeste tegenstanders. Okay, ze hebben wel een meer deel van een nieuwe ploeg. Dus de helft van de ploeg ken ik goed. En, okay, dan is het op veld wel soms raar om aan de andere kant te staan. Maar die klik moet je maken. En, uiteindelijk zijn we gewoon heel blij dat we die 3 punten meepakken. Want een makkelijke match was het zeker niet. Ja, jullie winnen voor het eerst op verplaatsing. En ook voor jou loopt het steeds lekkerder. Is daar een verband, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk op mijn eentje kan ik geen ploeg alleen laten draaien. Dus ik heb mijn ploegmaats nodig. En als het goed draait, dan zal ik ook goed meedraaien. Okay, het is nu belangrijk dat we die 3 matchen op rij gewonnen hebben, ook in de beker. En nu is het vertrouwen naar donderdag toe weer gegroeid. En zeker de eerste uitoverwinning, dat wel een opluchting is. Voor Lokeren gaat het iets minder. Volg je dat nog? Ben je daarmee begaan? Ja, tuurlijk. Dat is iets wat ik zeker volg, ook Lommel. Dat zal ik ook altijd blijven volgen. En het is jammer natuurlijk dat het op dit moment iets minder loopt. Ik denk dat ze tot de 16 van de tegenstander wel goed voetballen. En alleen van voren wringt het nog een beetje. Ze zijn iets te weinig gevaarlijk voor de goal. Maar ik denk dat dat wel nodig komt met de komende weken. Laatste vraag. Ik sprak nog enkele supporters. Zij noemden jou een van de beste spelers van de laatste jaren bij Sporting Lokeren. Dat is toch wel een fijn gevoel, denk ik. Ja, het is heel fijn om te horen. Ik denk dat ik hier 2 hele mooie jaren gehad heb. En, kijk, we hebben de beker gewonnen, we hebben Europese campagne gespeeld. En, ik denk dat ik hier mag terugkijken op 2 jaar, een hele, hele mooie periode. En ik denk dat de fans dat ook wel appreciëren. Ik denk dat ik hun ook altijd geapprecieerd heb. En dat die wederzijdse aanvaarding of appreciatie wel van pas is. Oké, dankjewel Hans van Aken en nog heel veel succes.